Hallo allemaal, ik ben Isabel en ik ben 36 jaar. Ik ben verpleegkundige in het UZ van Gent. Dus eigenlijk heb ik wel een drukke job. Ik ben nog maar sinds januari gestart met e-fitten, maar ik voel echt waar nu al het resultaat. Ik voel me veel fitter en heb meer energie. De reden waarom ik gestart ben met e-fitten is omdat ik vroeger heel sportief was. Ik ging veel gaan joggen. Toen had ik er ook alle tijd voor. Maar in 2010 is mijn eerste dochter geboren, Nina. Had ik al heel wat minder tijd om te gaan sporten. En in 2013 is mijn tweede dochter, Jade, geboren. Had ik al helemaal geen tijd meer om iets te doen van sport. Dan in 2019 heb ik de pech gehad om mijn enkel te breken op verschillende plaatsen. Na een jaar revalideren was het verdict eigenlijk dat ik nooit meer kon gaan joggen. Ik mocht wel terug gaan werken, maar toen kwam corona natuurlijk. En wij hadden heel dankbare patiënten. Ze kwamen af met een pralientje of met een lekker snoepje. Wie kan daar nu geen nee tegen zeggen? Maar in 2020 was de corona er nog steeds. En de kilo's kwamen er ook natuurlijk bij. Dan moest ik natuurlijk op zoek gaan naar iets anders om te sporten. En ik kwam het e-fitten tegen. Het zijn twee topcoaches die ik heb, namelijk Femke en Svenja. Zij motiveren me heel sterk en daardoor doe ik het ook heel graag. En ga ik het blijven doen. Ten tweede van voordeel is het ook, het is altijd maar 20 minuutjes. Dus daar maak ik echt gemakkelijk tijd voor vrij. Ten derde, ik kan al in een maatje minder van de kledij. Ten vierde, ik voel me veel fitter en heb al meer energie. En ten vijfde, ik zou heel graag de reis naar Spanje winnen. Dus stem op mij!